Vandaag, welke waterkoeler is de beste keuze? Recent testen wij maar liefst 14 waterkoelers met een radiator van 360 of 280 mm. En dan is de vraag natuurlijk, welk van die 14 geeft de allerbeste resultaten? 14 waterkoelers, we hebben er hier een tweetal voor ons staan, nog in doos van een gouden ouwe. Het is echt een mega markt tegenwoordig. 7-8 jaar geleden had bijna niemand waterkoeling. En inmiddels, als je bij de liefhebbers gaat kijken, is het meer regel dan uitzondering. Ja, dat willen de fabrikanten je wel laten geloven. Als wij kijken naar wat onze bezoekers zelf doen, dan valt het nog wel mee. En onze doelgroep mag je toch wel van stellen, dat is de doelgroep voor waterkoeling. Maar het is nog niet eens de helft wat een waterkoeler gebruikt. Maar de fabrikanten die hebben in elk geval een enorm aanbod. En dat loopt dan van 120 mm tot 360 of nog, je kan het nog gekker maken. Ja. En de grote vraag is natuurlijk een beetje van, wat heb je daar nou aan? En ja, we hebben eerder daar ook naar gekeken. Dan zien we eigenlijk dat het prestatieverschil tussen een simpele waterkoeler en een goede luchtkoeler eigenlijk nul is. Ja. Maar heb je een hele zware multicore processor en wil je die echt zo cool mogelijk houden, dan is een hele dikke waterkoeling, nou, die kan nog wel wat verschil maken. Vandaar dat we die hebben getest. En het voordeel van waterkoeling blijft natuurlijk ook dat de hitte meteen de kast uitgaat. Bij een CP-koeler blijft het wel gewoon in de kast hangen. Maar die radiator die zit natuurlijk altijd aan de buitenkant van de behuizing. Dus de hitte gaat meteen Die wordt nog wat meer afgevoerd dan in de standaard airflow. Je zegt dikke waterkoelingen. We hebben naar de vergelijkingstest gedaan van eigenlijk de twee grootste formaten die er zijn. 360 millimeter ofwel 312 centimeter fans naast elkaar. Of 280 millimeter wat 214 centimeter fans naast elkaar zijn. Dat zijn de twee smaken die je erin hebt. Ja, precies. Je hebt in de all-in-one markt. Je kan het natuurlijk nog veel gekker maken als je met custom loops gaat werken. Want dan is 480 mm ook geen probleem. Ja. Maar dan heb je het over hele andere prijskaartjes. Ik bedoel, de duurste waterkoeler in deze test is ongeveer 300 euro. Nou, daar begint het zo'n beetje bij als je iets customs in elkaar gaat zetten. Dus ja, dit zijn dus ook waterkoelers die je niet in iedere kast kwijt kan. Dus ik adviseer iedereen ernstig om eerst even goed te kijken of het wel past. 240 is een beetje het formaat wat voor iedereen eigenlijk wel past in een moderne kast. Ja. Maar ja, goed, 280 en 360, dat geeft al een meetbaar verschil. En het verhaal is natuurlijk altijd door ofwel meer fans ofwel grotere fans kun je dezelfde koelcapaciteit voor elkaar krijgen met een lagere geluidsproductie. Dus er is sowieso al iets voor deze grote modellen te zeggen. Laten we eerst even gaan kijken hoe we deze apparaten daadwerkelijk testen. Ja, we hebben sinds enige tijd, alweer een paar jaar, een box gemaakt waarin de temperatuur altijd constant blijft. Dus ja. Op 35 graden. Dat is heel erg vergelijkbaar met de temperatuur in een behuizing die gewoon goed gekoeld wordt. Er zit een warmte-element in wat dus warmte produceert. Dat wordt door ventilatoren rondgeblazen. Er zitten op overal plekken temperatuursensoren. En op het moment dat die temperatuur een beetje gaat fluctueren, dan gaat een regelaartje die zegt van je moet wat meer warmte produceren of de fans wat harder laten lopen. Het resultaat is gewoon een omgevingstemperatuur die gewoon strak 35 graden is. Exact, ongeacht wat er dan buiten die kast gebeurt. Nou, daar monteren wij dus de waterkoelers in. Aan de bovenkant, zoals je doorgaans zal doen in een behuizing, kan ook aan de voorkant. Ja, maar goed, hier. Dit is wel de beste plek. Ja. Heel veel behuizingen hebben natuurlijk een dichte voorzijde waar je wel een radiator kan plaatsen. Ja, dat is niet effectief qua lucht afvoeren. En vervolgens monteren we hem dus op een CPU-simulator die warmte produceert. Die wordt warm. Wij zetten daar we hebben er eigenlijk twee. Eentje voor socket 1151 en eentje voor socket 2011. Nou ja, goed, dat is ook compatible met alle andere varianten daarvan. En 1151, daar laten we 95 watt warmte door produceren. En de 2011 die doet 130 watt. Dus dan hebben we een beetje een baseline vergelijking voor zowel het mainstream en het high-end platform. En 95 en 130 watt komt natuurlijk overeen met de TDP van de snelste Intel mid-range en high-end processors. Ja. En dan meten we natuurlijk op welke temperatuur de waterkoelers uiteindelijk weten te stabiliseren. Laten we eens eventjes beginnen met de resultaten op 40 dB. Want dat is altijd een belangrijk ding. Wij stellen altijd de koelers in op een vaste geluidsproductie. Precies. En testen dan de temperatuur, want dat is echt appels met appels. En dan is het natuurlijk gewoon idealiter, heb je bij die vaste temperatuur, bij die vaste geluidsproductie een zo laag mogelijke temperatuur. Ja, precies. Dus we meten echt eerst exact wat voor voltage moeten we nou aan die fans geven, dat ze precies zo dichtbij die geluidsproductie komen. Ja. En dan gaan we vervolgens vergelijken naar het grappige wat je dus ziet. In de eerste plaats, niet elke koeler die is zo stil dat die 40 dB kan doen. En ook niet elke koeler is zo luidruchtig dat die 50 dB kan doen. Dus geen van de grafiekjes
hierbij, die bevat alle koelers. Ja. Dat is eventjes een waarschuwing voor wie gaat natellen. Een aantal kunnen dus inderdaad gewoon niet zo stil. En 14 is niet eens extreem stil, laten we daar eerlijk over zijn. Ja. Echt super stil kan ik niet met een waterkoeler. Dan moet je gewoon een hele stille luchtkoeler hebben. Je hebt sowieso fans. De pomp, de stroomt water. Dus het is fluisterstil, ja. Maar het is niet stilstil. Ja. En die fans blazen ook nog eens een keer door dat koellichaam heen. Dus dat maakt ook herrie. Maar het grappige wat je dus ziet, is dat de verschillen eigenlijk helemaal niet zo groot zijn. Ja. Dat vond ik in elk geval heel interessant. We hebben het echt over de beste bij het mainstream platform. Die wordt 47 graden. Nou ja, dan is die allerslechtste een beetje een uitschieter met bijna 56 graden. Dus dat scheelt 9 graden. Maar eentje daarboven is 50,9. Dus ja, je hebt het over een paar graden verschil. Ja, en dat ga je in de praktijk niet echt merken. Bij 130 watt is het dan ietsje meer van 45 tot 50, maar nog altijd geen verschil van dag en nacht. Ja. Tegelijkertijd kun je natuurlijk wel beredeneren als je flink gaat overklokken en je hebt een processor die je begint met 150 of 160 of 180 watt warmte produceert, ja, dan worden die verschillen natuurlijk ook uitvergroot. Ja, ongetwijfeld. Alleen ja, daarvoor zul je ook die fans natuurlijk harder gaan laten draaien en die pomp harder laten werken. Dus we hebben ook nog op 50 dB gemeten. Nou, dan zijn er aanzienlijk minder, want dan zie je toch dat ondanks dat ze luidruchtig zijn, de meeste niet zoveel herrie maken dat ze die 50 dB halen. Ja. Maar ook hier zie je dat er verschillen niet enorm zijn. Het is weer een graadje of 9 bij mainstream, een graadje of 6 bij high-end. Wel vrij consequent welke modellen het best presteren. Die X72 die is natuurlijk niet echt nieuw op de markt, maar die doet het nog steeds echt goed. En de XT heeft wat dat betreft echt zijn reputatie verdiend. Ja, Corsair was lange tijd echt heer en meester. En toen kwam NZXT om de hoek kijken. En sindsdien is het echt een beetje een goed gevecht tussen die twee. Want NZXT doet echt heel goed zaken in deze markt. Ik moet wel zeggen, dit is 360 mm. De beste 280 is deze, de Corsair 280, dus de H115i RGB Pro Platinum. Ja. Dat is ook een niet-platinum, die presteert wel wat minder. En die doet het in het compactere formaat ook heel erg goed. Ja, en dan hebben we hier ook nog een Asus staan en niet zonder reden. Ja, precies. Want nou ja, zoals gezegd, alles zit heel dicht bij elkaar. Maar zeg je dan gewoon van jongens, ga maar gewoon maximaal koelen, wat de fabrikant ook een beetje bedoelt. Dus de pomp draait op maximaal vermogen, fans draaien maximale snelheid. Ja. Dan zie je opeens wel dat het meer uit elkaar gaat lopen. Dat zie je bij mainstream ook wel goed, dat zie je iets minder, maar nog steeds ook wel bij dat high-end platform. En daar zie je dat die Asus opeens een sprintje trekt. Waarschijnlijk doordat het grotere contactplatform. En dan zie je dat die er heel goed uitkomt. En dat is wel heel netjes. En die Asus is überhaupt bijzonder. Want waar eigenlijk we sowieso het afgelopen jaar, twee jaar in die markt voor waterkoelers een trend naar RGB zien. Het moet ook allemaal verlichting hebben. En het moet allemaal in alle kleurtjes kunnen. Ja. Gaat Asus nog een stapje verder. Die hebben zelfs een OLED display op een waterkoeler gezet. Ja, dat is een beetje een Asus ding aan het worden. Die hebben voedingen met OLED displays, moederborden met OLED displays. En dus nu ook waterkoelers met OLED displays. Je zou bijna denken dat iemand OLED displays in de aanbieding had. Maar het voegt wel toe aan de prijs, want hij is echt duur. Hij is nog net iets duurder dan deze, dus ook niet goedkoop. Ja. Het aardige aan Asus is ook wel, de fans zijn geen RGB, want dat zijn Noctua fans. En Noctua en RGB, dat zijn twee zaken die gaan niet samen. Maar het is vrij uitzonderlijk dat de ene fabrikant zeg maar reclame maakt met de andere fabrikant op de doos. Maar dat gebeurt in dit geval dus echt. Ze zeggen gewoon, wij kopen goede fans, dat mag iedereen weten. Ja. Et voilà. En Noctua fans, ja, dat staat buiten kijf. Dat zijn inderdaad goede dingen. Ze hebben gelukkig wel de zwarte variant gekocht. Ja, ja, inderdaad. Niet in stemmig beige en bruin, zeg maar. Ja, maar goed, Asus is een interessante nieuwkomer. Ze hebben overigens een hele range hierin. Maar je zei al niet goedkoop. Nee, echt niet goedkoop. Ruim €300. Maar goed, waterkoeling is sowieso niet goedkoop. Een beetje een voordelig modelletje in deze vergelijking. Vond ik ook wel die komt er wel aardig uit. Dat is die Cooler Master, Master Liquid. Want die heb je voor iets van €150. Ja. Dat is dus een 360 graad radiator met RGB en een hoop fancy features. Hij is niet super stil. Hij is ook niet super luidruchtig. Het is bepaald niet de beste, maar zeker ook niet de slechtste koeler. Dus voor €150 kan je klaar zijn als je zegt, ik wil gewoon een radiatortje en alles erop en eraan. Laten we ook nog even naar deze grafiek kijken. We hebben de geluidsproductie gemeten. De pomp staat gewoon op standaard snelheid te draaien, maar de fans die schroeven eigenlijk helemaal terug naar 7 volt. Dus eigenlijk heel erg stil. En dan kijken hoeveel geluidsproductie blijft er over. In ieder geval twee Corsairs aan top en ook een Be Quiet. Die doen wat dat betreft hun naam eer aan. Ja, precies. Als je stil wil, dan moet je inderdaad bij die wat oudere Corsairs zijn het alweer. Daarvan zegt Corsair zelf ook, dit zijn stille koelers. Ze presteren ook echt qua koeling een stuk minder. Ja. Maar het is wel met name die 150i, dat is een 360 radiator, die is wel echt stil. En ook de 280, die kan behoorlijk meekomen. En Be Quiet is dan hier inderdaad dat ze er bovenuit schieten, want voor de rest qua prestatie zou het niet echt over.
Duidelijk. Nou, we hebben nog veel meer testresultaten vast binnenkort allemaal terug te lezen. Ja, precies. En lezers van het blad hebben het al kunnen lezen, want het stond in de laatste editie van Hardware Info Magazine. En ja, de conclusie is toch een beetje, NZXT is goed, Asus is goed, Corsair is goed. Ze hebben allemaal erg goede modellen. Wil je goede prijs-prestatieverhouding, dan is die Cooler Master een goede keuze. Maar waterkoeling koop je echt voor de looks, niet voor het installatiegemak en ja, eigenlijk ook niet voor de prestaties, tenzij je een hele dikke processor hebt. Wat natuurlijk wel kan nu de 12 cores van AMD heel aantrekkelijk geprijsd zijn. Duidelijk. Tot zover vandaag. Kon je deze aflevering waarderen? Klik even op de like-knop op YouTube. Wij zijn er op iedere maandag, woensdag en vrijdag met nieuwe video's. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.